Hallo, mijn naam is Anna Falens en ik studeer taal- en letterkunde Oud-Grieks en Engels. Nu, vanwaar die combinatie, aangezien het niet de meest voor de hand liggende combinatie is? De meeste mensen die Engels studeren, studeren daarbij Nederlands en de meeste mensen die Oud-Grieks studeren, studeren daarbij Latijn. Ik heb voor Oud-Grieks en Engels gekozen, simpelweg omdat het de twee talen waren die me het meest interesseren. Maar daarnaast vind ik het ook gewoon super interessant om de oude taal en cultuur te vergelijken met de modernere taal en cultuur. En wat de verschillen zijn en wat de gelijkenissen zijn. En dat is hopelijk ook een beetje waar ik in mijn bachelorproef mee ga bezig zijn volgend jaar. Nu, ik ben ook de enige in 3 jaar aan de Universiteit van Gent die dit studeert. Er zijn wel nog een aantal mensen, een stuk of 3, in een masterjaar. Dat heeft sociaal zijn voordelen en zijn nadelen. Dus de nadelen zijn dat niemand eigenlijk exact hetzelfde lesoverzicht heeft als jou. En dat soms als je bij vrienden staat, bijvoorbeeld van Engels, dat ze dus over Nederlands bezig zijn of zo. Maar dat kan juist heel verrijkend zijn, omdat je dan een beetje het gevoel hebt dat je die taal ook meestudeert. Dus soms heb ik het gevoel dat ik 4 talen studeer in plaats van 2, wat heel fijn is. Natuurlijk, de voordelen zijn dat je minstens 2 verschillende vriendengroepen hebt. En dat je over het algemeen enorm veel mensen en heel veel verschillende soorten mensen kent. Dat is voor mij enorm verrijkend. En echt ook een reden om een beetje een andere talencombinatie te nemen dan de standaard talencombinaties. Wat ik ook heel interessant vind, is het feit dat de 2 faculteiten, dus die van Oud-Grieks en die van Engels, enorm verschillend zijn. Ze hebben allebei een andere aanpak. Ze hebben allebei andere sterktes, andere zwaktes. Daar ga ik natuurlijk niet verder op ingaan nu, om niemand op niemand zijn tenen te trappen. Maar ik vind dat enorm, enorm interessant om die te vergelijken. En zo merk je ook meteen wat dat u zelf meer ligt of minder ligt. En dat verrijkt u echt wel als persoon en geeft u meer richting. En geeft u meer een idee van wat dat je graag doet en waar je graag mee bezig bent. Bijvoorbeeld, ik ben heel graag bezig met letterkunde en ook met onderzoeken, met structureren, analyseren. Meer dat dan dingen van buiten leren of meer kennis. Dus ik ben meer analysegericht dan kennisgericht. En dat is bijvoorbeeld een van die dingen wat je ontdekt op de UNIF, dat je nog niet wist op middelbaar. Dus dat vind ik, dat is echt iets dat ik heel blij ben dat ik ontdekt heb. En waarschijnlijk ook wat ik hoop in voor te gaan, als ik mag natuurlijk, na mijn universitaire studies, om onderzoeker te worden of iets te helpen maken en analyseren en structureren of zo. Dus over mijn bachelorproef heb ik ook even gepraat. Ik zou graag, aangezien ik Engels en Grieks studeer, die 2 proberen te combineren met bachelorproef. En bijvoorbeeld de gelijkenissen vast te leggen op basis van bijvoorbeeld The Secret History van Donna Tartt, Engelstalige literatuur, die elementen van Oud-Griekse cultuur gebruikt en daarmee een verhaal creëert. Maar dat is voorlopig nog een idee, daar ben ik nog niet zeker over. Maar daarvoor dienen dus al die verschillende vakken en verschillende interesses om een beetje te ontdekken wat dat u ligt en waar je heel graag mee bezig bent en waar je gepassioneerd over bent. Dus dat is ook een beetje mijn tip voor iedereen die aan een universitaire studie begint. Zorg dat de kennis die je tegenkomt en de leerstof die je moet verwerken, dat je dat van jezelf maakt. En dat je daar iets mee doet waar dat jij je goed bij voelt en waar dat je vrolijk van wordt en merkt, oh, dat vind ik echt fantastisch. En dat is wat ik constant doe is, en wat mij een beetje recht houdt als ik het even niet meer zie zitten om zo grote blokken leerstof te studeren. Als jullie nog meer vragen hebben, niet twijfelen om mij te contacteren. Ik help echt graag iedereen die ofwel Oud-Grieks en Engels wil combineren, of enkel Engels studeert, of enkel Oud-Grieks wil studeren. En ik kan jullie ook doorverwijzen naar mensen die misschien iets meer jullie gaan kunnen helpen. Bedankt. Thank you.